Werk. Werk is altijd in beweging. 200.000 jaar geleden bestond ons werk uit jagen en verzamelen. 20.000 jaar geleden werkten we op het land en leefden van de opbrengsten. 200 jaar geleden kwam de industrie in sneltreinvaart op. 20 jaar geleden nam de kenniswerker het stokje over. En over 10 jaar? Hoe ziet het werken binnen succesvolle bedrijven eruit in 2020? Die toekomst begint vandaag. We werken nu wel minder, maar er wordt steeds meer van ons gevraagd. De scheiding tussen werk en privé vervaagt en we willen ons goed voelen bij het werk dat we doen. Klanten worden veel eisender en mondiger. En van bedrijven wordt verwacht dat ze actief luisteren en reageren op de nieuwe ontwikkelingen en signalen van buitenaf. Waar halen we de flexibiliteit en de creativiteit vandaan om succesvol te zijn in deze nieuwe wereld? Bedrijven van de toekomst zorgen er nu voor dat ze de belangen van klanten, werknemers en de organisatie verenigen. Zo laten ze happy work moments en waardecreatie hand in hand gaan. Dit is de wereld van Smile.